dit jaar was het thema, zoals we allemaal weten, de 12 mooiste portretten van plaatselijke kerken. Nu zou ik volgend jaar durven gaan voor de 12 mooiste portretten van George Clooney. Ja, 11 keer strak in pak en 1 keer in string. Oeh, ja. Het is heel tof. Ja, het is een hele leuke vrouwelijke bende. En ja, het klikt heel goed tussen ons allemaal. En ik denk dat je dat ook voelt op de scène. Was het een verademing om terug op de planken te staan? Heel fijn om terug op de planken te staan. Ja, en een heel dankbaar stuk om dat met dit stuk te doen. Ja, het is gewoon een mooi verhaal en ik heb ook een bescheiden rol, dus dat was ideaal om terug op te starten. Dag, ik heb hier niks op tegen. Ik bedoel, het is niet helemaal mijn ding, maar als dit geld kan opleveren voor ons goede doel, dan wil ik dat met plezier meehelpen verkopen. Oh. Ah. Wacht, Ruud, wacht. Het is niet de bedoeling dat we deze kalenders gaan verkopen. Het is de bedoeling dat wij zelf op zo'n kalender gaan staan. Wat blijft? Ja, wow, kalm. Sorry, maar jij bent toch aan het zeveren, hè? Kijk, Ruud Kardak. Het punt is dat we heel snel geld moeten inzamelen. Ja, en ik zou dan spontaan denken een tombola. Ja, dit is zo'n ontzettend mooi verhaal. Ik kende de film, ik had de theatervoorstelling ook al wel eens gezien. En ik had altijd gezegd, als ik 50 word en ze gaan het spelen, dan wil ik daarin staan. En voilà, ik ben dit jaar 50 geworden. Ik moest erin staan. Ik vond het een fantastische voorstelling. Het was zeer aandoenlijk. Ik heb gelachen en ik heb ook wel een beetje een paar keer serieus moeten slikken. Ik heb me moeten inhouden om toch niet een traantje weg te pinken. Maar ik vind het heerlijk. Ja, heel goed gedaan. Wat gaat uw man zeggen als hij dat ziet? Ach, oh, geen flauw idee. Go! Go! Iemand een taartje? Echt een hele mooie voorstelling en we hebben een super première gehad. Dat publiek werd gewoon heel erg uitzinnig op het einde. Ze gingen allemaal meteen recht staan bij het applaus. Dus super dankbaar daarvoor. Ja, echt heel tof. Het zijn zeven, klopt dat? Ja, het zijn zeven hyper getalenteerde vrouwen die dat prachtig samenspelen. Je gelooft wat er is aan het gebeuren op het scène. Het is lang geleden dat ik zo'n een stuk gezien heb waar ik iedereen geloof, dat ik mee ben met alles en dat ik denk, ah, top, dit is zo precies uit het echte leven gegrepen. Ja, heel leuk. Het was ontroerend, maar het was ook schattig, leuk, grappig. Ik heb echt met een glimlach gezeten en het was een supergoeie cast en dat maakt natuurlijk heel veel. En waarom moeten de mensen komen kijken? De mensen moeten komen kijken om één zich te amuseren, om echt met een glimlach buiten te komen, maar ook om ontroerd te zijn. Want het einde is heel, heel ontroerend en heeft mij zelfs heel hard gepakt. Dus daarvoor moeten de mensen komen.